Beste Youssef. Het moet ergens in april 2015 zijn geweest. Er zou bij onze club een Marokkaanse voetballer komen. Een speler van Linden. Een straatschoffie met een Utrechts karakter. En hij speelt met een maillot. Als dat maar zou landen in het nuchtere Achterhoek. Je eerste interview maakte indruk. Bij Linden was ik een boer. Bij de Graafschap word ik een superboer, vertelde je. En dat, beste Youssef, is je gelukt. Wat een goal. Fantastische goal van El Yebli. Niet alleen door jouw manier van voetballen, waarin je strijd combineert met mooie acties en prima goals, maar ook door je gedrag buiten het veld. Je hebt een promotie en degradatie meegemaakt, leefde intens mee en groeide uit tot een cultheld. Jouw eerste goal in de Eredivisie tegen Rode JC was een hoogtepunt. Je stond altijd open voor contact met de supporters. Je zong de liederen uit volle borst mee. Bij maatschappelijke activiteiten was je altijd present. Onze supporters laten je met pijn in het hart gaan. Maar gunnen je deze stap van harte. Beste Youssef, het gaat je goed. De deur van de Vijverberg, jouw huis, staat altijd voor je open.